We staan aan het begin van de ijshockeywedstrijd Tilburg-Trapels Den Haag. Het is de derde wedstrijd in de serie van 7. Wie er het eerste 4 heeft gewonnen is Nederlands kampioen. En de eerste 2 wedstrijden die zijn door Tilburg-Trapels gewonnen. Helaas was de teleurstellende uitslag voor de Trappers. Het werd 3-5. Wij spraken hierover met Dennis ten Bokkel, Peter van Biesem en Diederik Hagemeijer. Wat ging er nou mis vandaag? Ik denk als we terugkijken, dan vooral in de eerste periode hebben laten liggen. Ik denk dat we daar veel kansen hebben gecreëerd, grote kansen. En daar hadden we 3-0 kunnen staan, uiteindelijk misschien 3-1. En dan wordt het een andere wedstrijd. En daar tegenover laten we het in de tweede periode laten we het wel heel erg liggen. Denken we te veel aanvallend, gaan we te veel taken van andere jongens opnemen. Dus daar krijg je 4 goals tegen. En wat gaan we vrijdag gaan doen dat het beter gaat? Nou, we gaan jongens zijn morgen vrij, mogen ze over nadenken waar het fout gegaan is. Een aantal jongens moeten in de spiegel kijken. Finale van de play-offs, dan mag je niet... Kaas van het brood laten eten, zoals het mooi heet. En dat hebben we al een beetje laten doen vandaag. We hebben een redelijk eerste periode. Je gaat de kleedkamer en je komt terug. Wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er? We lopen tegen een aantal straffen aan. We waren niet, het leek wel of we nu wakker waren vanaf het begin van de tweede periode. Dus we liepen heel de tijd achter de feiten aan en dat kost ons uiteindelijk de wedstrijd. En wat gaan jullie vrijdag gaan doen zodat het wel goed loopt? Nou, het is wel duidelijk. Wij willen vrijdag, zullen wij er als team moeten staan. Er is nog steeds niks aan de hand, we staan nog steeds met 2-1 voor. Alleen vrijdag zullen we moeten zorgen dat we 60 minuten vol gas blijven gaan. En niet afhaken, want ja, je weet dat Den Haag gewoon altijd gevaarlijk kan zijn. We zagen de tweede half uur van de wedstrijd zagen opstootje, steeds meer ruzie onderling. Hoe komt dat nou? Je bedoelt met Den Haag? Of? Ja, met Rini vooral. Ja, nou ja, je weet, natuurlijk is er een beetje frustratie aan onze kant. En dat is play-offs. Je komt een aantal keer tegen elkaar. Ja, en dan forceer je wat dingetjes. En dan ben je natuurlijk gefrustreerd dat het niet lukt hoe het graag zou willen. Vrijdag uit Den Haag. Wat ga je daar aan doen dat het beter gaat? Nou, ik denk dat wij gewoon 60 minuten moeten hockeyen. En 60 minuten, dus elke periode, hun veel onder druk zetten. Zij spelen veel aan met 4 verdedigers die veel minuten moeten maken. En ik denk als wij als aanvallers hun meer onder druk kunnen zetten, zodat ze niet elke keer voor die lange paas kunnen zoeken naar hun aanvallers. Dus ik denk echt dat we 60 minuten moeten hockeyen en geen 40. Je hebt gezien, Den Haag heeft al een keer 3-0 achter gestaan en 4-3 gewonnen. Dat gaat deze keer niet gebeuren. Nou ja, nee, we hadden vandaag natuurlijk 3-0 voor kunnen staan. Dat was een mooie positie geweest. Maar ik denk als wij vrijdag een goede pot spelen zoals wij kunnen, dat we die wedstrijd gewoon moeten kunnen pakken.